De brief voor de koning van Tonke Dracht. Inleiding. De ridders van koning Dagonaut. Dit is een verhaal van lang geleden, toen er nog ridders waren. Het speelt zich af in twee koninkrijken, het land van koning Dagonaut ten oosten van het grote gebergte en het land van koning Unauwen ten westen van het grote gebergte. Zo heten ook de hoofdsteden van de twee rijken, de stad van Dagonaut en de stad van Unauwen. Er wordt ook gesproken van een ander land, maar daarover valt nu nog niets te vertellen. Het verhaal begint in het rijk van Dagonaut. Eerst moet je echter iets weten van hem en van zijn ridders. Ik heb daartoe een paar stukjes overgeschreven uit een oud boek. Onze koning Dagonaut is een machtig koning. Zijn regering wordt geprezen als verstandig en rechtvaardig en zijn rijk is groot en mooi. Er zijn heuvels en velden en vruchtbare akkers, brede rivieren en uitgestrekte wouden. In het noorden zijn bergen en in het westen zijn nog hogere bergen. Aan gene zijde daarvan ligt het land van koning Unauwen, waar onze minstreels mooie liederen van zingen. In het oosten en het zuiden zijn geen bergen. En daar vandaan proberen soms vijanden ons land binnen te vallen, jaloers op de welvaart die er heerst. Maar nooit heeft iemand het rijk kunnen veroveren, want de ridders van de koning bewaken het goed en verdedigen het dapper. Het is goed wonen binnen onze grenzen, waar het vredig en veilig is. Koning Dagonaut wordt gediend door vele ridders, kloeke, moedige mannen die hem helpen het rijk te regeren en er de orde te handhaven. Velen van hen zijn beroemd. Wie heeft nooit gehoord van ridder Fartumar en Tiuri de Dappere en Ristridin van het zuiden, om er maar enkele te noemen. De meeste van zijn ridders heeft de koning stukken land in leen gegeven die ze in zijn naam moeten besturen. Ook zijn ze verplicht meteen te komen als hij hen roept, om hem te helpen met hun kracht en krijgslieden. Er zijn ook ridders die geen land bezitten. In de eerste plaats zij die nog jong zijn, maar die later hun vaders zullen opvolgen. En dan zijn er degenen die geen bezit wensen, de zwervende ridders, die het land rondreizen en overal hun diensten aanbieden en die de grenzen bewaken en zichzelf buiten het rijk begeven om dan later de koning te vertellen wat daar gebeurt. Vele ridders zijn er in het rijk van koning Dagonaut en toch is het niet gemakkelijk een van hen te worden. Want hij die de ridderslacht wenst te ontvangen, moet bewijzen dat hij die waard is. Een zware proeftijd moet hij doormaken. Eerst dienend als schildknaap bij een ervaren ridder en daarna nog een jaar bij konings krijgslieden. Niet alleen moet hij met wapens kunnen omgaan en kennis hebben van vele zaken, maar bovenal moet hij bewijzen dat hij trouw is en eerlijk, hulpvaardig en dapper. Ridderlijk in alle opzichten moet hij zijn. Eens in de 4 jaar in de zomer roept koning Dagonaut alle ridders naar zijn stad en ze blijven daar 7 dagen. Ze vertellen hem dan hoe alles gaat in de verschillende delen van het rijk en wat ze zelf hebben gedaan en verricht. En in die week, op midzomerdag, worden de jonge lieden die daartoe waardig bevonden zijn, plechtig door de koning tot ridder geslagen. Een grote dag is dat. Na de ridderslag is er een dienst in de kathedraal, gevolgd door een maaltijd in het paleis. Daarna komt de schitterende optocht door de stad, waarin alle ridders meerijden in volle wapenrusting, met schilden en banieren, de nieuwe jonge ridders voorop. Van heinde en ver komen de mensen om dat te zien. Dan wordt er een groot feest gehouden, niet alleen in het paleis, maar overal in de stad. Er is kermis op het marktplein, overal wordt muziek gemaakt en in alle straten wordt gedanst en gezongen. Eerst in zonneschijn en later bij het licht van 100 fakkels. De volgende dag roept de koning zijn ridders ter vergadering bijeen en de nieuwe jonge ridders mogen daar voor het eerst bij zijn.
En de dag daarop doen ze mee aan een groot toernooi dat voor velen het hoogtepunt is van de week. Nooit ziet men zoveel pracht en praal, zoveel moed en behendigheid bij elkaar. Maar voor al deze glansrijke dagen hebben de nieuwe jonge ridders hun laatste proef moeten doorstaan. De 24 uren voor hun ridderslag moeten ze vasten. Niets eten en drinken mogen zij. En de nacht moeten ze wakend doorbrengen in de kleine kapel buiten de muren van de stad. Daar liggen hun zwaarden voor het altaar en zij zelf, in witte gewaden gekleed, knielen neer en bezinnen zich op de grote taak die voor hen ligt. Ze nemen zich voor als Dagonauts ridders, hun koning trouw te dienen en zijn rijk dat hun vaderland is. Ze beloven zichzelf altijd eerlijk en behulpzaam te zijn en te strijden voor al wat goed is. De hele nacht moeten ze waken en denken en bidden om kracht voor hun taak. Ze mogen niet slapen of praten en niet luisteren naar een stem uit de buitenwereld totdat ze om 7 uur in de morgen door een afvaardiging van ridders worden gehaald om voor de koning geleid te worden. Dit verhaal begint op zo'n nacht in een kleine kapel op de heuvel buiten de stad van Dagonaut. 5 jonge lieden doorwaakten daar de nacht voordat ze tot ridder zouden worden geslagen. Wilmo, Foldo, Giusipu, Arman en Tiuri. Tiuri was de jongste van hen. Hij was pas 16 jaar. Eerste deel. De opdracht. 1. De nacht waken in de kapel. Tiuri lag geknield op de stenen vloer van de kapel en staarde naar de bleke vlam van de kaars die voor hem stond. Hoe laat zou het zijn? Hij moest ernstig denken over de plichten die hij zou hebben als hij eenmaal ridder was, maar zijn gedachten dwaalden telkens af. Soms dacht hij zelfs helemaal niet. Hij vroeg zich af of zijn vrienden hetzelfde voelden. Hij keek naar opzij, naar Foldo en Arman, naar Wilmo en Giusipu. Foldo en Wilmo tuurden naar hun kaarsen. Arman had zijn gezicht in zijn handen verborgen. Giusipu zat rechtop en staarde naar boven. Maar plotseling veranderde hij van houding en keek Tiuri recht in het gezicht. Ze bleven elkaar een poosje aankijken. Toen wendde Tiuri zijn hoofd af en richtte zijn ogen weer op de kaars. Waar zou Giusipu aan denken? Wilmo bewoog zich en maakte een krassend geluid met zijn schoen op de vloer. De anderen keken allemaal tegelijk zijn kant uit. Wilmo boog zijn hoofd alsof hij zich schaamde. Wat is het stil, dacht Tiuri even later. Zo stil is het in mijn hele leven nooit geweest. Ik hoor alleen onze ademhaling en misschien, als ik goed luister, het kloppen van mijn eigen hart. De 5 jonge lieden mochten niet met elkaar praten, geen woord mochten ze zeggen, de hele nacht. En met de buitenwereld mochten ze helemaal geen verbinding hebben. Ze hadden zelf de deur van de kapel op slot gedaan en morgenochtend om 7 uur zouden ze hem weer openen als de ridders van koning Dagonaut hen kwamen halen. Morgenochtend. Tiuri zag de feestelijke optocht voor zich. De ridders op hun mooi opgetuigde paarden, de kleurige schilden en de wapperende banieren. Zichzelf zag hij ook, gezeten op een vurig paard, gehuld in een blinkend harnas met helm en wuivende vederdos. Hij schudde dit beeld van zich af. Hij moest niet denken aan de uiterlijke dingen van het ridderschap, maar zich voornemen trouw en eerlijk, dapper en hulpvaardig te zijn. Het kaarslicht deed pijn aan zijn ogen. Hij keek naar het altaar waar de 5 zwaarden klaar lagen.
Erboven hingen de schilden, ze glansden in het flakkerende licht van de kaarsen. Morgen zullen er 2 ridders zijn die hetzelfde wapen voeren, dacht hij. Vader en ik. Zijn vader heette ook Thiori, de Dappere werd hij genoemd. Zou hij nu wakker liggen en denken aan zijn zoon? Ik hoop, dacht Thiori, dat ik net zo'n goed ridder zal worden als hij. Even later kwam er een nieuwe gedachte bij hem op. Stel je voor dat er nu iemand op de deur klopt. We zouden dat niet mogen opendoen. Hij herinnerde zich iets dat ridder Fartumar, wiens schildknaap hij was geweest, hem eens had verteld. Toen die de nacht voor zijn ridderslag waakte in de kapel, werd er plotseling hard op de deur gebonst. Hij was daar toen met 3 vrienden, maar geen van allen hadden ze open gedaan. Gelukkig maar, want later bleek dat het een dienaar van de koning was geweest die hen op de proef wilde stellen. Thiori keek weer naar zijn makkers. Ze zaten nog in dezelfde houding. Het was zeker al na middernacht. Zijn kaars was bijna opgebrand. Hij was de kortste van de 5. Misschien kwam dat doordat hij het dichtst bij een raam zat. Het tochtte hier, hij voelde telkens een koude luchtstroom langs zich gaan. Als mijn kaars uit is, steek ik geen nieuwe aan, dacht hij. Het leek hem prettiger in het donker te zitten, zodat de anderen hem niet konden zien. Hij was niet bang dat hij in slaap zou vallen. Sliep Wilmo? Nee, hij bewoog zich. Ik waak niet op de goede manier, dacht Thiori. Hij vouwde zijn handen en vestigde zijn ogen op het zwaard, dat hij alleen voor een goede zaak zou mogen gebruiken. Hij sprak bij zichzelf de woorden die hij de volgende dag tot koning Dagonaut zou zeggen. Ik beloof als ridder u trouw te dienen en evenzo al uw onderdanen en ook iedereen die mijn hulp inroept. Ik beloof... Toen werd er op de deur geklopt. Zacht, maar heel goed hoorbaar. De 5 jonge lieden hielden hun adem in, maar ze bleven onbewegelijk zitten. Weer werd er geklopt. De jonge lieden keken elkaar aan, maar ze spraken geen woord en verroerden zich niet. Ze hoorden dat er aan de knop van de deur werd gedraaid en daarna klonk er het geluid van voetstappen die langzaam wegstierven. Ze slaakten een zucht, alle 5 tegelijk. Nu is het gebeurd, dacht Thiori. Het was vreemd, maar hij had het gevoel dat hij daarop gewacht had, al die tijd die hij had gewaakt. Zijn hart bonsde zo luid dat het hem voorkwam dat de anderen het ook moesten horen. Kom, blijf kalm, zei hij tot zichzelf. Misschien was het een vreemdeling die niet wist dat wij hier waken, of iemand die ons wilde plagen, of op de proef stellen. Toch bleef hij gespannen wachten of hij weer iets hoorde. Zijn kaars vlamde heel even helder op en doofde toen uit met een zacht, sissend geluid. Nu zat hij in het donker. Hij wist niet hoeveel tijd er voorbij was gegaan toen hij boven zijn hoofd een zacht gerucht hoorde. Het was alsof iemand met zijn nagels tegen het raam kraste. En toen hoorde hij een stem, zacht als een ademtocht, die zei, in godsnaam, doe de deur open. 2. Het verzoek van een onbekende. Thiori ging rechtop zitten en keek naar het raam. Hij zag niets, geen schaduw, zodat hij zou kunnen denken dat hij het zich had verbeeld. Was dat maar zo? Hij kon toch niet doen wat die stem had gevraagd, al had het nog zo dringend geklonken. Hij verborg zijn gezicht in zijn handen en probeerde alle gedachten te bannen uit zijn geest. Maar nogmaals hoorde hij de stem heel duidelijk, al was het niet meer dan een gefluister. In godsnaam, doe open!
klonk haast nog dringender dan eerst. Theori keek naar zijn vrienden. Die zagen eruit alsof ze niets gehoord hadden. Maar hij had het wel gehoord. In godsnaam, doe open. Wat nu? Hij mocht de deur niet openen. Maar als het nu eens een mens was die in nood verkeerde, een vluchteling die een vrijplaats zocht. Hij luisterde. Het was weer stil. De stem klonk echter nog na in zijn oren. Hij zou die nooit kunnen vergeten. O, waarom moest dit juist nu gebeuren? Waarom moest juist hij die smeekbeden horen? Hij mocht er niet op antwoorden, maar hij zou zich niet gerust voelen voordat hij het toch had gedaan. Hij aarzelde. Toen nam hij een besluit. Zachtjes stond hij op, met moeite, want hij was stijf geworden van het lange knielen op de kille grond. Hij begon tastend langs de muur in de richting van de deur te sluipen. Nu en dan keek hij om naar zijn vrienden. Hij geloofde niet dat ze iets gemerkt hadden. O ja, toch. Armand keek zijn kant uit. Maar Armand zou hem nooit verraden. Het scheen eindeloos lang te duren voordat hij in het voorportaal gekomen was. Nog eenmaal wierp hij een blik achterom naar zijn vrienden. Naar het altaar en de schilden erboven, naar het licht der vier kaarsen en daaromheen de donkere schaduwen tussen de zuilen en in de gewelven. Toen liep hij door het kleine voorportaal naar de deur en legde zijn hand op de sleutel. Als ik open doe, dacht hij, heb ik de regels verbroken. Dan mag ik me morgen niet tot de ridder laten slaan. Hij draaide de sleutel om, opende de deur op een kier en keek naar buiten. Op de drempel stond een man, gehuld in een wijde pij, met de kap over zijn hoofd getrokken. Theori kon zijn gelaatstrekken niet onderscheiden, daar was het te donker voor. Hij deed de deur wat verder open en wachtte zwijgend tot de ander iets zou zeggen. Dank u, fluisterde de onbekende. Theori bleef zwijgen. De onbekende wachtte een ogenblik en zei toen, nog steeds fluisterend, ik vraag uw hulp, het gaat om een zaak van leven of dood. Toen Theori geen antwoord gaf, ging hij voort. Wilt u mij helpen, wilt u mij helpen, herhaalde hij. Mijn hemel, waarom zegt gij niks? Hoe kan ik u helpen, fluisterde Theori. Waarom komt u hier? Weet u niet dat ik morgen tot ridder geslagen zal worden en dat ik met niemand spreken mag? Dat weet ik, antwoordde de onbekende. Daarom kom ik juist hier. U had beter ergens anders heen kunnen gaan, fluisterde Theori boos. Nu heb ik de regels overtreden en kan dus morgen niet de ridderslag ontvangen. U zult de ridderslag juist echt verdiend ontvangen, zei de onbekende. Een ridder moet toch helpen als het hem gevraagd wordt. Kom naar buiten, dan zal ik u vertellen wat u voor me moet doen. Vlug, vlug, er is niet veel tijd. Wel ja, dacht Theori, ik heb toch al gesproken en de deur open gedaan. Waarom zou ik niet de kapel uitgaan ook? De onbekende pakte zijn hand en voerde hem mee langs de buitenmuur van de kapel. Zijn hand voelde benig en rimpelig aan, de hand van een oude man. Zijn stem klinkt ook oud, dacht Theori. Wie zou hij zijn? De onbekende bleef staan bij een kleine nis. Laten we ons hier verschuilen, fluisterde hij, en zacht praten, zodat niemand ons horen kan. Toen ze in de nis stonden, liet hij Theori's hand los en vroeg, hoe heet u? Theori, antwoordde de jongeling. Ach, Theori, jou zal ik kunnen vertrouwen. Wat wilt u van me? Vroeg Theori. De onbekende boog zich naar hem toe en fluisterde. Ik heb hier een brief. Een heel belangrijke brief. Ik kan wel zeggen dat het welzijn van een heel koninkrijk ervan afhangt. Een brief voor koning Unauen.
koning Unauen? Tiuri had veel van hem gehoord. Hij regeerde over het land ten westen van de bergen en er werd van hem gesproken als een edel en rechtvaardig vorst. Deze brief moet bij de koning gebracht worden, zei de onbekende, zo vlug mogelijk. U wilt toch niet, begon Tiuri ongelovig. Degene die de brief zal brengen is de zwarte ridder met het witte schild, viel de onbekende hem in de rede. Hij is op het ogenblik in de herberg Yikarwara in het bos. Nu vraag ik jou of je de brief bij hem wilt brengen. Ik kan het zelf niet doen. Ik ben oud en vijanden achtervolgen mij. Maar waarom vraagt u het niet aan een ander, zei Tiuri. De stad is vol ridders, mensen genoeg die u vertrouwen kunt. Aan geen van die ridders kan ik het vragen, antwoordde de onbekende. Zij lopen te veel in het oog. Zei ik je niet dat er overal vijanden zijn? In heel de stad liggen spionnen op de loer, hopend de brief te kunnen roven. Nee, een beroemd ridder kan ik niet gebruiken. Ik heb iemand nodig die onbekend is en niet opvalt. Maar tegelijkertijd moet ik hem deze brief durven toevertrouwen. Ik zoek iemand die een ridder is en toch geen ridder is. Jij bent degene die ik moet hebben. Jij bent waardig bevonden morgen de ridderslag te ontvangen, maar je bent ook jong en hebt nog niet van je doen spreken. Tegen deze woorden kon Tiuri niets inbrengen. Hij probeerde weer de gelaatstrekken van de onbekende te onderscheiden, maar dat lukte hem niet. Is die brief van groot belang? Vroeg hij toen. Van niet te schatten zo groot belang, fluisterde de onbekende. Kom, aarzel niet langer, ging hij met trillende stem verder. Zo verlies je te veel tijd. Hier, vlakbij, achter de kapel, staat een paard in de wei. Als je dat neemt, kun je in 3 uur bij de herberg zijn. Als je hard rijdt, kun je het wel vlugger doen. Het is nu ongeveer 1:15. Je kunt om 7 uur hier terug zijn, als je gehaald wordt om voor koning Dagonau te verschijnen. Alsjeblieft, doe wat ik vraag. Tiuri voelde dat hij niet kon weigeren. De regels die een aanstaande ridder te volgen had, waren belangrijk, maar dit beroep op zijn hulp was nog belangrijker. Ik zal het doen, zei hij. Geeft u mij die brief en zeg me hoe ik de herberg vinden kan. Dank, zuchtte de onbekende en vlug fluisterend vervolgde hij. De herberg heet Yikarwara. Weet je het jachthuis van koning Dagonaut? Daarachter gaat een smalle weg in noordwestelijke richting. Rijd die af tot je komt bij een open plek in het bos. 2 paden lopen vandaar verder. Sla het linkerpad in en dan kom je er vanzelf. En wat de brief betreft, beloof me op je riddereer die te behoeden als je eigen leven en hem aan niemand te geven dan aan de zwarte ridder met het witte schild. Ik ben nog geen ridder, zei Tiuri, maar als ik het was, zou ik het beloven op mijn riddereer. Goed. Als iemand je die brief zou willen ontroven, moet je hem vernietigen, maar niet voordat het werkelijk nodig is, begrepen? Begrepen, zei Tiuri. En onthoud dit goed, als je bij de zwarte ridder met het witte schild bent gekomen, moet je hem vragen, waarom is uw schild wit? Dan zal hij antwoorden, omdat in wit alle kleuren zijn. Daarna zal hij je vragen, waar kom je vandaan? Jij moet dan antwoorden, ik kom van ver. Pas daarna mag je hem de brief overhandigen. Het wachtwoord, mompelde Tiuri. Juist, het wachtwoord. Weet je nu precies wat je doen moet? Ja, heer, zei Tiuri. Geeft u me de brief maar. Nog 1 ding, zei de onbekende. Wees voorzichtig. Let goed op of je niet gevolgd wordt. Hier is de brief. Zorg er goed voor. Tiuri nam de brief aan. Die was plat en niet groot en hij voelde dat er zegels op zaten.
Voorzichtig borg hij hem onder zijn hemd op zijn borst. Kun je hem niet verliezen? Vroeg de onbekende. Nee, zei Tjuri, zo wordt hij veilig bewaard. De onbekende greep zijn handen en drukte die. Ga dan, zei hij, en God zegen je. Toen liet hij Tjuri's handen los, draaide zich om en liep weg. Even daarna was er niets meer van hem te bekennen. Tjuri wachtte een ogenblik en liep toen stil en vlug de andere kant op. Hij keek even naar de zwak verlichte ramen van de kapel, waar zijn vrienden nog waakten voor het altaar. Kom, zei hij tot zichzelf, ik moet opschieten. En hij ging op zoek naar de wei waar een paard klaar moest staan. 3. De tocht naar de herberg. Het was een mooie zomernacht. In de lucht schitterden vele sterren. Achter de kapel vond Tjuri inderdaad een paard. Het was vastgebonden aan een hek en had teugels nog zadel. Gelukkig heb ik wel eens eerder een niet opgetuigd paard bereden, dacht Tjuri, terwijl hij met enigszins bevende vingers het touw begon los te maken. Het was jammer dat hij zijn mes niet bij zich had, want het touw zat vast met vele knopen. Hij had helemaal geen wapens bij zich. Die lagen in de kapel. Het paard liet een zacht gehinnik horen, dat in de stilte echter zeer luid klonk. Tjuri keek om zich heen. Nu zijn ogen wat aan het donker gewend waren, zag hij een gebouw, niet ver van hem vandaan, waarschijnlijk de boerderij waar het weiland bij hoorde. Eindelijk had hij het touw los. Kom, fluisterde hij tegen het paard, ga mee. Het dier hinnikte weer. Een hond begon te blaffen en enkele ogenblikken daarna ging er in de boerderij een lichtje aan. Tjuri klom op het paard, klakte met zijn tong. Vooruit! Langzaam zette het dier zich in beweging. Hela! Riep plotseling een harde stem. Wie is daar? Tjuri dacht er niet aan een antwoord te geven. De hond blafte hard en wild en uit de boerderij kwam een man naar buiten met een lantaarn in zijn hand. Dief! Riep hij. Sta stil! Gian, Maarten, kom hier, een dief gaat er met mijn paard vandoor. Tjuri schrok. Stelen? Dat was zijn bedoeling niet. Maar hij had geen tijd te verliezen. Hij boog zich voorover en zette het paard aan vlugger te lopen. Het dier gehoorzaamde en begon te draven. Vlugger, fluisterde Tjuri opgewonden, vlugger. Achter hem klonk een verward lawaai, geschreeuw, geroep en verwoed geblaf. Het paard schrok ervan, legde zijn oren in de nek en liep snel als de wind. Het spijt me dat ik uw paard moest lenen, zei Tjuri in gedachten tegen de man die hij nog steeds hoorde roepen. Ik steel het niet, straks breng ik het terug. Toen hij na een tijdje omkeek, lag de boerderij al heel ver en van achtervolgers viel niets meer te bespeuren. Ondanks dat reed hij even snel door. Hij zei tot zichzelf dat de onbekende hem wel eens had kunnen vertellen dat het paard aan een ander toebehoorde. De brief scheen wel heel belangrijk te zijn en erg geheim bovendien. Hij hield het paard wat in en voelde of hij het kostbare document nog veilig bij zich droeg. Ja, het zat nog op dezelfde plaats. Hij keek aandachtig om zich heen, zich herinnerend dat de onbekende had gesproken van vijanden die op de loer lagen. Maar hij zag niemand. Hij tuurde in de richting van de stad die bijna helemaal donker was en wierp een blik naar de kapel die klein en wit op de heuvel schemerde. Toen reed hij in de richting van het bos. Het bos lag niet ver van de stad van Dagonaut. Het was heel uitgestrekt en er waren nog plaatsen waar geen mens ooit een voet had gezet. De weg naar het jachthuis kende Tjuri goed. Hij was meermalen op jacht geweest in het gevolg van de koning. In het bos was het veel donkerder, maar de weg was breed, zodat hij vlug kon blijven rijden. Nu en dan liet hij het paard echter stapvoets gaan om goed rond te kunnen kijken. Hij zag niemand en toch scheen het bos hem bevolkt met onzichtbare wezens die hem begluurden en beloerden en gereed stonden hem aan te vallen.
Hij bereikte het jachthuis echter zonder dat er iets gebeurd was. Hij vond zonder moeite de weg waar de onbekende van gesproken had. Die was smal en kronkelend en noodzaakte hem langzamer te rijden. Ik hoop dat ik op tijd terug ben, zei hij tot zichzelf. Stel je voor dat ik er niet zou zijn als de ridders van de koning ons komen halen. Maar de onbekende heeft gezegd dat ik de herberg in 3 uur bereiken kan. Hij dacht aan de zwarte ridder met het witte schild, aan wie hij de brief moest brengen. Hij had nooit eerder van hem gehoord. Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Koning Dagonaut had geen enkele ridder die zo'n wapenrusting droeg. Waarschijnlijk was hij dus in dienst van koning Unauen. Waarom hij hier was, zo ver van zijn eigen land, was ook een raadsel. Theorie herinnerde zich verhalen van reizigers uit het zuiden die ridders van Unauen hadden ontmoet. Ze trokken soms langs de grote zuiderweg om naar Eviland te gaan, het onvriendelijke land aan de overzijde van de Grijze Rivier. Een van Unauens zonen regeerde daar. Hij vroeg zich af hoe lang hij al op weg was. 1 uur? Dan was het nu 2:15. Misschien was het later. Het leek heel lang geleden dat hij in de kapel geknield lag en de stem hoorde die hem vroeg open te doen. Het terrein begon heuvelachtig te worden. Soms ging de weg naar boven, dan weer naar beneden. Het paard scheen beter te kunnen zien dan hij. Het stapte tenminste zonder aarzelen voort. Stil was het bos in de nacht, maar niet zo stil als in de kapel. Hij hoorde allerlei vreemde, zachte geluiden van dieren misschien, een geritsel van bladeren en de stappen van het paard en het knappen van dorre takjes die afbraken als hij er tegenstootte. Er vloog iets tegen zijn gezicht. Hij schrok er even van. Het was natuurlijk alleen een nachtvlinder of een ander insect. De weg ging nu weer naar boven en het werd lichter. Er stonden hier minder bomen. Nu ben ik vast dicht bij de open plek, dacht hij. Even later kwam hij op een plateau waar geen enkele boom stond. Dat moest de plek zijn die de onbekende had genoemd. En nu de linkerweg inslaan. Hij reed over het plateau toen hij plotseling iets hoorde dat niets leek op de geluiden die hij tot nu toe had gehoord. Gehinnik en hoefgetrappel. Hij kon een deel van het bos overzien en toen hij goed keek, zag hij in de verte donkere gedaanten en het geglim van wapenen. Een stoet ruiters trok snel door het bos. Tiuri trok zich terug onder de bomen en vroeg zich af wie die ruiters waren en wat zij in het bos te doen hadden midden in de nacht. Na een tijdje waagde hij zich weer op het plateau. Er was niemand meer te zien of te horen. Het leek wel of hij had gedroomd. Hij bleef echter niet lang peinzen, maar sloeg het linkerpad in dat van de open plek naar beneden voerde. Een pad kan ik dit niet noemen, dacht hij, terwijl hij verder reed. Het is een soort spoor, meer niet. En hij zuchtte geërgerd omdat hij nu nog langzamer moest rijden. Een eindje verder was hij zelfs genoodzaakt van het paard af te stijgen en het lopend mee te voeren, tastend de weg zoekend en steeds bevreesd te verdwalen. Takken sloegen in zijn gezicht en zijn voeten werden nat van het met dauw bedekte hoge gras. Hoe laat zou het zijn, vroeg hij zich telkens af. Als het zo doorgaat, ben ik nooit op tijd terug. Het werd ondertussen lichter en hier en daar begonnen vogeltjes te tjilpen. Hij slaakte een zucht van verlichting toen de weg eindelijk zoveel beter werd dat hij weer op zijn paard kon klimmen. In het grauwe ogenblik vlak voor de dageraad kwam hij op een tweede open plek. Daar stond een klein houten gebouw. Dat moet de herberg zijn. 4. De herberg Yikarvara.
Tiuri steeg van zijn paard en bond het vast aan een boom. Toen liep hij vlug naar de herberg toe. Die was stil en donker. Alle ramen en deuren waren gesloten. De jongeling liet de klopper op de voordeur vallen. Dat gaf een harde, dreunende slag, die zeker iedereen moest wekken. Maar binnen in de herberg klonk geen enkel geluid. Hij morrelde aan de deur, maar die was op slot. Ongeduldig liet hij de klopper nogmaals neerdreunen. Nu ging er op de bovenverdieping een raam open. Een man met een slaapmuts op leunde naar buiten en vroeg met slaperige stem wat hij wenste. Is dit de herberg Yikarvara? Vroeg Tiuri. Ja, dat is hem, antwoordde de man knorrig. Moet je me daarvoor wakker maken? En misschien ook mijn gasten? We hebben niet veel rust vannacht. Bent u de waard? Vroeg Tiuri. Ik wil een van uw gasten spreken. Midden in de nacht, zei de man boos. Dat gaat niet hoor. Kom morgen maar terug. Het is belangrijk, zei Tiuri op dringende toon. Alsjeblieft, doe het raam niet dicht. De man leunde verder naar buiten. Wie ben je? Vroeg hij. En wie moet je spreken? Wie ik ben doet er niet toe, fluisterde Tiuri. Ik zoek de zwarte ridder met het witte schild. De man maakte een vreemd geluid. Tiuri kon niet uitmaken of het boos klonk of verbaasd. In elk geval was de slaperigheid uit zijn stem verdwenen toen hij zei: Wacht even, ik kom naar beneden. Zijn hoofd verdween en niet lang daarna hoorde Tiuri het geknars van grendels die opzij geschoven werden. Toen ging de deur open en de man verscheen op de drempel. Hij was in nachtgewaad en had een brandende kaars in zijn hand. Zo, zei hij, terwijl hij Tiuri van boven tot onder bekeek. Ik ben de waard van Yikarvara en vertel me nu eens waarom je mij uit mijn slaap hebt gehaald. Ik kom voor de zwarte ridder met het witte schild, antwoordde Tiuri. Ik moet hem onmiddellijk spreken. Dat is de tweede al vannacht, zei de waard. Maar onmiddellijk spreken, dat zal niet gaan. U kunt hem toch wakker maken, zei Tiuri. Dat zal niet gaan, sprak de waard nogmaals. De zwarte ridder met het witte schild is niet hier. Hij is vroeger in de nacht weggegaan. Tiuri schrok. Nee, zei hij, dat kan niet. Waarom zou dat niet kunnen? Zei de waard kalm. Waar is hij heen gegaan? Vroeg Tiuri gejaagd. Als ik dat wist, zou ik het je wel vertellen, antwoordde de waard, maar ik weet het niet. Hij scheen Tiuri's schrik te bemerken, want hij voegde eraan toe. Ik denk wel dat hij hier terug zal komen, als hij tenminste net zo'n goed ridder is als hij lijkt te zijn. Jij komt voor hem, is het niet? Niet van hem. Voor hem, zei Tiuri. En wat heb je hem te vertellen? Dat kan ik u niet zeggen, zei Tiuri, maar er is haast bij. Weet u wanneer hij terugkomt? Als ik het wist, zou ik het je wel vertellen, antwoordde de waard. Maar ook dat weet ik niet. Ik weet helemaal niks van die ridder. Het is een vreemde geschiedenis. Hij krabde zich zo hard op zijn hoofd dat zijn slaapmuts afviel. O, maar u moet toch iets weten, zei Tiuri. Wanneer is hij weggegaan en waarom? En welke kant is hij uitgegaan? Dat zijn veel vragen tegelijk, zei de waard. Hij bukte zich moeizaam en raapte zijn slaapmuts op. Kom mee naar de gelagkamer, sprak hij toen. Ik hou niet van die vochtige morgenkou. Die is niet goed voor mijn stijve benen. In de gelagkamer zette hij zijn kaars op tafel en deed zijn slaapmuts weer op. Tiuri, die hem gevolgd was, vroeg ongeduldig: Waar is die zwarte ridder heen gegaan? Hij kwam gisterenmorgen, zei de waard, een vreemde gast. Niet dat ik eraan twijfel dat hij een dappere ridder is, oh nee. Hij heeft juist veel indruk op me gemaakt. Hij was helemaal alleen, zelfs geen schildknaap had hij bij zich. Hij droeg een pikzwarte wapenrusting, alleen het schild dat hij aan zijn arm had, was wit als sneeuw. Zijn zwart vizier had hij neergeslagen en hij sloeg het niet op toen hij mij een kamer vroeg en ook niet toen hij binnenging. Wel, hij kreeg een kamer natuurlijk en later op de dag ging ik hem daar zijn eten brengen, want daar had hij mij om gevraagd. Ik dacht
dat ik toen zijn gezicht wel te zien zou krijgen, maar dat was niet zo. Hij had zijn wapenrusting afgegespt en zijn helm had hij ook afgezet. Maar nu had hij een zwart zijden masker voor, waar ik alleen zijn ogen door kon zien. Vreemd, nietwaar? Hij heeft zeker een gelofte afgelegd of zoiets. Weet jij er iets van? Waar is hij heen gegaan? Vroeg Theorie nogmaals. De waard scheen wat geërgerd, maar hij gaf toch antwoord. Ja, dat wilde ik nou juist vertellen, zei hij. Om een uur of twee, ik lag al in bed, werd er plotseling hard op de voordeur gebonst. Ik keek uit het raam en zag daar nog een zwarte ridder staan. Laat me binnen, riep hij. Vertoeft hier de zwarte ridder met het witte schild? Ja, zei ik, maar het is wat laat. Doe de deur open, roept hij, of ik sla hem in. Ik vlieg naar beneden en ik open de deur. De ridder staat voor me. Hij is ook in pikzwarte wapenrusting gehuld, maar zijn schild is rood als bloed. Hij vraagt op barse toon, waar is de zwarte ridder met het witte schild? Hij slaapt, zeg ik. Maak hem dan wakker, zegt hij. Ik moet hem spreken en vlug een beetje, alsjeblieft. Eerlijk gezegd was ik een beetje geschrokken en ik haastte mij te gehoorzamen. Maar voordat ik de kamer van mijn gast had bereikt, kwam die al de trap af. Hij was helemaal gekleed. Hij had zijn zwarte harnas aan en zijn helm op, met het vizier neergeslagen. Hij had al zijn wapens bij zich en het witte schild hing aan zijn arm. Zo kwam hij naar beneden en liep de gelagkamer in. Nou, de zwarte ridder met het rode schild loopt hem tegemoet en dan blijven ze tegenover elkaar staan. De ridder met het rode schild trekt zijn handschoen uit en werpt die de ander voor de voeten. De ridder met het witte schild raapt hem op en vraagt, wanneer? Nu, zegt de ridder met het rode schild. De waard zweeg even om adem te scheppen en besloot. Toen liepen ze naast elkaar de gelagkamer uit zonder nog één woord te zeggen en een paar minuten later reden ze samen weg het bos in. Om een tweegevecht te houden, zei Theorie. Ja, dat denk ik ook, zei de waard. En tot nu toe zijn ze geen van beiden nog teruggekomen. Ze gingen dus om 2 uur weg, vroeg Theorie. Hoe laat is het nu? Tegen 16:30, denk ik, zei de waard. Het wordt al licht. Welke kant zijn ze uitgegaan, vroeg Theorie. De waard ging met hem mee naar buiten en wees het hem. Maar ik weet niet waar ze heen wilden rijden, voegde hij erbij. Ik probeer hun sporen wel te volgen, zei Theorie gehaast. Dank u wel. En voordat de waard nog iets kon zeggen of vragen, was hij naar zijn paard gehold, erop gesprongen en weggereden. 5. De zwarte ridder met het witte schild. In het oosten was de hemel roze en oranje. Dadelijk zou de zon opgaan. De vogels tjilpten en floten, kwetterden en kwinkeleerden vrolijk, alsof ze zich verheugden over de mooie dag die aanbrak. Theorie verheugde zich niet. Hij ergerde zich, omdat het al zo laat was, terwijl hij zijn opdracht nog niet eens had vervuld. Hoe kon hij ooit op tijd terug zijn in de kapel? Toch reed hij voort langs het spoor dat de twee zwarte ridders hadden gemaakt. Hij had nu eenmaal beloofd de brief te brengen en een belofte wilde hij niet breken. Dat belette hem echter niet in gedachten voortdurend te mopperen. Hij verwenste de zwarte ridder met het rode schild omdat hij de zwarte ridder met het witte schild had uitgedaagd. En hij nam het de ridder met het witte schild kwalijk dat hij de uitdaging had aangenomen. En hij verwenste hen allebei omdat ze geen duidelijke sporen hadden achtergelaten, door niet een pad te volgen, maar dwars door het bos te gaan. Het is al zeker 5 uur, dacht hij. Het is al helemaal licht. Waar zijn ze in hemelsnaam heen gegaan? Hij dacht aan de verbazing van Dagonauts ridders, als ze hem om 7 uur niet zouden vinden in de kapel. Wat zouden de koning, zijn ouders, zijn vrienden en alle anderen wel denken, als ze wisten dat hij was weggelopen op de nacht voor zijn ridderslag? Hij haalde zich de woorden van de onbekende weer voor de geest en kwam met een zucht tot de slotsom dat hij niet anders had kunnen handelen. Toen kwam hij met een schok in de werkelijkheid terug, omdat hij het spoor kwijt was. Hij was terechtgekomen op een open plek en de zandige grond daarvan was geheel omgewoeld en bedekt met sporen.
Welke waren nu van de twee ridders? Hij keek scherp rond. Het leek wel of een hele troep ruiters hier was langsgekomen. Misschien de ruiters die hij 's nachts had gezien. Ze waren dwars door het bos gestormd en hadden daarbij vele planten platgetrapt en takken geknakt. Het spoor van de twee ridders kon hij echter niet meer vinden. Ten slotte nam hij de richting waar de ruiters vandaan gekomen waren. Ze hadden een duidelijk zichtbaar pad gebaand. Toen hij verder reed, vroeg hij zich af of die ruiters iets te maken hadden met de zwarte ridders. Hoewel het nu licht was, voelde hij zich plotseling angstiger dan hij de afgelopen nacht ooit was geweest. Na een tijdje hoorde hij iets. Een zacht, ongerust klinkend gehinnik. En enkele ogenblikken later zag hij een paard staan, vastgebonden aan een boom. Het was een prachtig zwart paard, eenvoudig opgetuigd. Het keek hem met droevige donkere ogen aan en hinnikte weer. Tiuri aaide het even over de neus en fluisterde: "Wacht geduldig, ik zal kijken waar je meester is. Hij zal hier wel in de buurt zijn, denk ik. Is het niet zo?" Hij reed een eindje verder en zag toen tussen de bomen door iets liggen op het bleekgroene gras. Het was zwart en wit en rood. Zijn adem stokte hem in de keel, maar ondanks dat sprong hij vlug van zijn paard en rende erheen. Daar lag op de grond een mens in een zwart, beschadigd en gedeukt harnas. Wit was het schild dat naast hem lag. Het rode was bloed. Tiuri had de zwarte ridder met het witte schild gevonden, maar deze was gewond of dood. Hij knielde bij de ridder neer. Zwaar gewond was die in ieder geval, maar hij ademde nog. Hij had geen helm op, maar zijn gezicht was bedekt door een zwart masker. Tiuri staarde op hem neer, bevend over al zijn leden. Toen vermande hij zich. Hij moest iets doen. Kijken hoe het met de gewonde gesteld was. Hem verbinden. De ridder bewoog zich en fluisterde: "Wie is daar?" Tiuri boog zich over hem heen. "Blijf rustig liggen, heer," zei hij. "Ik zal u helpen. Hebt u ergens pijn?" Hij zag dat de ridder hem door zijn masker aankeek. "Ik ken je niet," zei hij met zwakke stem, "maar ik ben blij dat iemand mij gevonden heeft voor ik sterf. Bekommer je niet om mijn wonden. Er is niets meer aan te doen." "Zegt u dat niet," zei Tiuri, terwijl hij voorzichtig het harnas begon los te maken. "Doe geen moeite," fluisterde de ridder. "Ik weet dat ik sterf." Tiuri vreesde dat hij gelijk had. Toch ging hij door met zijn pogingen het lijden van de gewonden te verlichten. Hij scheurde een stuk van zijn gewaad en verbond hem daarmee zo goed als hij kon. "Dank je," fluisterde de ridder even later. "Wie ben jij en hoe kom jij hier?" "Ik ben Tiuri," antwoordde de jongeling. "Zal ik wat water halen? Misschien wilt u wat drinken." "Niet nodig," zei de ridder. "Tiuri, die naam ken ik. Ben je familie van Tiuri de Dappere?" "Dat is mijn vader," zei Tiuri. "Hoe kom je hier?" vroeg de ridder. Ik kwam voor u. Het spijt me zo dat..." "Kom je voor mij?" viel de zwarte ridder hem in de rede. "Kom jij voor mij? Godzijdank, dan is het misschien niet te laat." Hij keek Tiuri aan met ogen die glansden achter het zwarte masker en vroeg: "Heb
jij iets voor me? Ja, heer, zei Tiuri, een brief. Ik wist wel dat mijn schildknaap een bode zou vinden, zuchtte de ridder. Wacht even, zei hij toen Tiuri de brief tevoorschijn wilde halen. Heb jij mij niets te vragen? Plotseling herinnerde Tiuri zich dat hij het wachtwoord moest zeggen. Waarom is uw schild wit? Stamelde hij. Omdat in wit alle kleuren zijn, antwoordde de ridder. Zijn stem klonk veel krachtiger. Het was een stem die Tiuri groot vertrouwen inboezemde. Nu vroeg hij, waar kom jij vandaan? Ik kom van ver, antwoordde Tiuri. Laat me de brief nu zien, beval de ridder. O nee, kijk eerst of niemand ons bespiedt. Tiuri keek. Er is niemand in de buurt, zei hij, behalve onze paarden. Hij haalde de brief tevoorschijn en liet die de ridder zien. O heer, barstte hij toen uit, wat spijt het me dat u in het tweegevecht verslagen bent. Tweegevecht, zei de gewonde, er is helemaal geen tweegevecht geweest. Ik ben nog nooit door iemand overwonnen. De zwarte ridder met het rode schild heeft me in een hinderlaag gelokt. Zijn rode ruiters besprongen mij en vielen mij met velen aan. Afschuwelijk, prevelde Tiuri ontzet. Maar ze hebben niet gevonden wat ze zochten, zei de ridder. Ze wilden niet alleen mij vernietigen, maar ook de brief die jij me net laat zien. Berg hem weer goed op, dan zal ik je zeggen wat je daarmee moet doen. Vertel me eerst, Tiuri, hoe het komt dat jij die brief bij mij komt brengen. En Tiuri vertelde het hem. Goed, fluisterde de ridder en zweeg enkele ogenblikken. Kijk niet zo bezorgd, zei hij toen vriendelijk. Tiuri voelde dat hij glimlachte onder zijn masker en wenste dat hij wist hoe zijn gezicht eruit zag. Luister, zei de ridder. Ik moet kort zijn, want ik heb niet veel tijd meer. Deze brief is voor koning Unauwen en hij is van heel groot belang. Nu ik hem niet meer kan brengen, moet jij het doen. Ik? Fluisterde Tiuri. Ja, ik weet niemand anders die het beter zou kunnen. Jij bent ertoe in staat. Ik vertrouw je. Je moet meteen op weg gaan. Er mag niet meer tijd verloren worden. Je moet naar het westen reizen, eerst door het bos en dan langs de blauwe rivier, tot je haar bron hebt bereikt. Daar woont een kluizenaar, Menaurus. Neem deze ring van mijn vinger. Als je die aan de kluizenaar laat zien, zal hij weten dat je door mij gezonden bent. Hij zal je dan helpen over de bergen te komen, want dat kun je niet alleen. Aan de andere kant van de bergen wijst de weg zich vanzelf. De ridder hief zijn hand op en zei, Heer, neem mijn ring. Ik weet dat ik veel van je vraag, maar jij bent op dit ogenblik de aangewezen persoon voor deze opdracht. Tiuri nam voorzichtig de ring van zijn vinger. Wil het wel doen, zei hij, maar ik weet niet, je moet het doen, zei de ridder. Maar ik wil je niet verzwijgen dat het moeilijk zal zijn. Je weet al dat vijanden op deze brief loeren, veel gevaren zullen je bedreigen. Houd dus je zending geheim, vertel er niemand iets van. En geef deze brief alleen aan koning Unauwen. Wat staat erin? Vroeg Tiuri,
terwijl hij langzaam de ring aan zijn eigen vinger schoof. Dat is een geheim, antwoordde de ridder. Je mag hem niet openmaken. Alleen als je gevaar loopt hem te moeten afstaan, moet je hem lezen, zodat je de boodschap mondeling kunt overbrengen. De brief zelf moet je dan natuurlijk vernietigen. Maar dat mag alleen in geval van nood. Hij zweeg even en vroeg toen met veel zwakkere stem: Wil je de brief brengen? Ja, heer, zei Diuri. Beloof het mij op je riddereer, fluisterde de ridder. Ik beloof het op mijn riddereer, zei Diuri. Alleen, voegde hij eraan toe, ik ben nog geen ridder. Dat zul je worden, zei de ridder. En wil je nu mijn masker afnemen? De dood moet men altijd met open vizier tegemoet treden. Met bevende handen deed Diuri wat hem gevraagd werd. En toen hij het kalme, edele gezicht van de zwarte ridder zag, werd hij zo getroffen dat hij diens hand greep en hem zwoer de brief veilig te zullen bezorgen. En, zei hij, ik zal u wreken op uw moordenaars. Dat is niet jouw taak, fluisterde de ridder. Jij moet alleen mijn bode zijn. Hij sloot zijn ogen. Zijn vingers bewogen even in Tiuri's hand en waren toen stil. Diuri keek naar hem en liet zacht zijn hand los. Hij is dood, wist hij, en hij was diep bedroefd, al had hij de ridder nog maar pas leren kennen. Toen verborg hij zijn gezicht in zijn handen en bad voor diens ziel. 6. De Rode Ruiters. Tiuri stond op en wierp nog eenmaal een blik op het rustige gezicht van de zwarte ridder met het witte schild. Toen draaide hij zich om en liep naar zijn paard. Nu moest hij de opdracht vervullen die de ridder hem gegeven had: de brief brengen naar koning Unauwen in het land ten westen van het grote gebergte. Hij bleef staan bij zijn paard en dacht na hoe hij het best kon handelen. Niet terug naar de stad van Dagonaut, dat zou te veel tijd kosten. Bovendien zou hij dan uitleg moeten geven en dat mocht niet, want zijn opdracht moest geheim blijven. Toch moest hij bericht naar de stad sturen, naar zijn ouders, zodat ze niet ongerust zouden worden en hem gaan zoeken. Ook moest hij ervoor zorgen dat de ridder met het witte schild een eerlijke begrafenis kreeg en dat bekend werd wie hem hadden vermoord. Het beste dat ik kan doen, dacht hij, is terugrijden naar de herberg. Dat is niet ver hier vandaan. Ik kan de waard vertellen dat de ridder met het witte schild dood is en hem een boodschap laten sturen naar de stad. Een ogenblik later was hij op weg, zich veel ouder en ernstiger voelend dan korte tijd geleden. Toen hij een poosje gereden had, hoorde hij gekraak van takken en een eindje voor hem verscheen een man te paard die hem tegemoet kwam. Hij was uitgerust als voor de strijd met helm en maliënkolder, lans en zwaard. Zijn wapenrok, schild en de veren op zijn helm waren rood als bloed. Een van de rode ruiters, dacht Tiuri. Hij herinnerde zich dat hij geen enkel wapen bij zich had. Ondanks deze gedachte reed hij kalm door en probeerde te kijken alsof er niets aan de hand was. De rode ruiter ging wat opzij om hem te laten passeren. Tiuri reed met kloppend hart langs hem heen, maar voordat hij voorbij was, sprak de ruiter hem aan. Hé, vriend, zei hij, wat doe jij zo vroeg in het bos? Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Dat is mijn zaak, antwoordde Tiuri kortaf. Goedemorgen.
Hij reed verder, elk ogenblik verwachtend een wapen in zijn rug te krijgen. Er gebeurde echter niets. Hij herademde, maar durfde niet om te kijken of zijn gang te versnellen. Toen hoorde hij de ruiter achter zich iets roepen. Hij kon niet verstaan wat. Nu keek hij toch om en zag dat er een tweede rode ruiter was bijgekomen. Ze keken hem allebei na. Eén van hen liet nogmaals een geroep horen. Thiuri hoorde dat het door iemand anders ver weg beantwoord werd. Hij werd ongerust en zette zijn paard aan vlugger te lopen. Hij merkte al gauw dat de rode ruiters hem volgden. Hij vuurde zijn vermoeide paard aan nog sneller te gaan. De herberg kon niet ver meer zijn. Plotseling kwam er van rechts nog een rode ruiter tevoorschijn, die hem op barse toon beval halt te houden. Voordat Thiuri daarop kon antwoorden, verscheen er van de andere kant een vierde ruiter, die hij nauwelijks kon ontwijken. Nu sloeg Thiuri werkelijk op de vlucht. En eensklaps leek het hele bos vol rode ruiters die het allemaal op hem voorzien hadden. Ze joegen hem na en schreeuwden hem toe dat hij stil moest staan. Natuurlijk deed Thiuri dat niet. Hij liet zijn paard zwenken en stormde een dichtbegroeid deel van het bos in. In een vertwijfelde poging zijn achtervolgers kwijt te raken. Hij wist niet hoe lang hij voortjaagde, heuvel op heuvel af, dwars door allerlei planten en doornig struikgewas, met het geschreeuw en geroep achter zich aan. Hij wist alleen dat hij niet vermoord wilde worden, zoals de zwarte ridder met het witte schild. Na een poos keek hij om en merkte dat hij enige voorsprong had gekregen. Maar lang kon dat echter niet duren. Zijn paard was moe, het bos moeilijk begaanbaar en zijn achtervolgers met velen tegen hem alleen. Plotseling kreeg hij een heldere gedachte. Hij sprong van zijn paard, sloeg het tegen zijn billen, zodat het doorliep, rende zelf de andere kant op en klom in een boom zo vlug als hij kon. Toen wachtte hij in de hoogte, veilig verborgen tussen gebladerden, hijgend af wat er zou gebeuren. Hij zag een paar ruiters onder de boom doorrijden. Ze zagen hem niet. Na een tijd hoorde hij hen in de verte weer roepen. En toen pas durfde hij zich te bewegen om een gemakkelijker houding aan te nemen. Hij klom echter nog niet naar beneden, want hij was bang dat ze misschien terug zouden komen. Hij bleef een poos zitten in zijn boom, maar de rode ruiters kwamen niet terug. Het bos zag er vredig en rustig uit en het was haast niet te geloven dat er in de afgelopen uren zoveel was gebeurd. Hij keek om zich heen en haalde toen voorzichtig de brief tevoorschijn om hem nu eens goed te bekijken. Veel bijzonders was er niet aan te zien. Hij was klein, wit en plat en er stond niets op geschreven. Hij bestudeerde de drie zegels waarmee het was dichtgelakt en op alle drie stond een kroontje. Maar verder was er niets waaruit het belang ervan kon blijken. Hij borg de brief weer goed op en bedacht plotseling dat het nu wel 7 uur zou zijn. Hij leunde tegen de stam en sloot zijn ogen. Misschien, dacht hij, laat de Dagonauts ridders nu hun horens schallen voor de poort van de kapel. Misschien staan Arman, Voldo, Wilmo en Juicy Poo nu op en lopen naar de deur om hem open te doen. Hij zag de ridders voor de kapel staan en hij hoorde hen zeggen: goedemorgen, koning Dagonaut roept u, neemt uw zwaard en uw schild en volgt ons. Hij probeerde zich voor te stellen hoe het verder zou gaan, maar dat lukte hem niet. Nu verscheen het beeld voor hem van de zwarte ridder met het witte schild, die hem zei: jij moet alleen mijn bode zijn. Hij opende zijn ogen. De kapel leek ver en de nachtwaken lang geleden. Daar had hij nu niets meer mee te maken. Hij keek naar omlaag. Ik geloof dat het nu wel veilig is, dacht hij. Hij klom naar beneden en begon behoedzaam door het bos te lopen,
steeds rondkijkend en de oren spitsend bij ieder onverwacht geluid. Na korte tijd ontmoette hij een verrassing. Zijn paard, dat rustig stond te grazen. Braaf beest, zei hij, terwijl hij erop klom. Kom mee naar de herberg, daar mag je je buik vol eten. En toen herinnerde hij zich dat het zijn paard niet was. Dat is waar ook, dacht hij verschrikt. Dit paard moet terug naar de eigenaar. En hij reed naar de herberg, waar hij spoedig aankwam, zonder nog iets beleefd te hebben. 7. De vlucht. In de gelagkamer was de waard de vloer aan het vegen. Hij was nu aangekleed, maar hij had zijn slaapmuts nog op. Aan een der tafels, vlak bij het open raam, zaten twee mannen te eten. Toen Tiuri binnenkwam, keken ze hem alle enigszins verbaasd aan. Lieve help, riep de waard, wat heb jij uitgevoerd? Tiuri besefte plotseling dat hij er verfomfaaid uitzag. Zijn witte gewaad was gevlekt en gescheurd bij de avonturen die hij in de afgelopen nacht had beleefd. Hij had zijn haarband verloren, zodat zijn lokken wild en slordig om zijn hoofd hingen. En bovendien was hij overdekt met schrammen die hij had opgelopen bij zijn vlucht voor de Rode Ruiters. Heb jij de zwarte ridder gevonden? Vroeg de waard. Ik heb hem gevonden, antwoordde de jongeling ernstig. De waard nam hem van hoofd tot voeten op. Ten slotte bleef zijn blik rusten op Tiuri's linkerhand en de verbaasde uitdrukking op zijn gezicht veranderde langzaam in een argwanende. Tiuri volgde zijn ogen en zag wat hem was opgevallen. De ring die hij van de ridder gekregen had. Is die ring niet, begon de waard. De zwarte ridder met het witte schild is dood, viel Tiuri hem met zachte stem in de rede. Wat zeg je me nu? Riep de waard ontsteld. Dood! Heeft de ridder met het rode schild de tweekamp gewonnen? Er is geen tweekamp geweest, zei Tiuri. De ridder met het witte schild is vermoord. Lieve help, riep de waard. Vermoord! Luistert u alstublieft naar mij, zei Tiuri. Ik heb niet veel tijd en wat ik te zeggen heb is van groot belang. De mannen aan de tafel waren opgehouden met eten en keken met open mond zijn kant uit. Een van hen stond op en vroeg: Is er wat gebeurd met de zwarte ridder die hier gisteren kwam? Voordat de Tiuri iets kon zeggen, zwaaide de deur van de gelagkamer open en een harde stem riep: Van wie is dat paard dat voor de herberg staat? Tiuri draaide zich om. Op de drempel stond een forse man met een verhit gezicht die met boze ogen van de een naar de ander keek. Tiuri kende hem niet, maar zijn stem klonk hem bekend in de oren. Deze jonge man hier, zei de man die nog aan tafel zat. Hij is op een paard gekomen. Inderdaad, zei Tiuri, dat is mijn paard. Of nee, dat is niet zo. Hij zweeg. Plotseling wist hij wie de man op de drempel was. Hij herkende zijn stem, de eigenaar van het paard. De man kwam naar hem toe en bulderde: Nee, dat is zeker niet zo. Het is mijn paard en jij bent de dief die het vannacht heeft gestolen. Meneer, zei Tiuri, ik heb het niet gestolen. Ik heb het alleen maar even geleend. Neemt u mij niet kwalijk. Ik was, maar de man was te boos om te luisteren. Hij pakte Tiuri ruw bij de arm en hij riep: Ik heb je, dief! Hij wendde zich tot de anderen en zei: De halve nacht heb ik zijn spoor gevolgd. Maar na een poos raakte ik het kwijt en toen kwam ik bij die herberg en kijk, daar zie ik mijn paard en de dief erbij. Tiuri rukte zich los. Ik ben geen dief, riep hij. Ik was van plan uw eigendom eerlijk terug te geven. Luistert u naar mij, dan zal ik u alles uitleggen. Mooie praatjes, smaalde de man. Daar geloof ik niks van. Meneer, begon Tiuri. Ik ben geen meneer, viel de man hem in de rede. Ik hou niet van zulke fijne praatjes als jij nu wilt verkopen. Jij bent weer een van die jongens die veel te vertellen hebben, maar nergens voor deugen. Laat mij het uitleggen,
riep Thiuri. Doe dat straks maar bij de schout, zei de man. Jij gaat met me mee naar de stad. Mee naar de stad? Dat wilde Thiuri niet. Dat zou tijdverlies betekenen. En bovendien begon hij te begrijpen dat hij niets kon uitleggen. Hij moest zwijgen over zijn opdracht en dus ook over de gebeurtenissen die daartoe hadden geleid. Hij deed een stap achteruit en zei, ik ga niet mee naar de stad. Ik ben geen dief, dat verzeker ik u op mijn woord van eer. Ha, nog mooier, riep de man, woord van eer. Hoe durf je dat te zeggen, kwajongen die je er bent? Hoe durft u mij een kwajongen te noemen, riep Thiuri. Hij was boos dat iemand hem zo noemde. Hem, die, als er niets gebeurd was, nu een ridder was geweest, door ieder met eerbied behandeld. Een kwajongen, hij, die was uitverkoren voor een gewichtige opdracht. Ik begrijp er niets van, riep de waard. Heeft hij uw paard gestolen? Hij kwam hier bij nacht en ontij. En zo net vertelt hij mij dat de ridder met het witte schild vermoord is. Hij draagt diens ring aan zijn vinger. Wat betekent dit allemaal? Ik zal alles uitleggen, zei Thiuri voor de derde keer. Maar u geeft mij er de gelegenheid niet toe. Hij sprak kalm, maar inwendig was hij erg ongerust. De gezichten van de vier anderen stonden zo dreigend. Ik nam uw paard, ging hij voort, omdat ik een boodschap moest doen waar haast bij was. Onzin, zei de eigenaar van het paard. Dan had je het mij toch wel even alleen kunnen vragen. Zoveel tijd kost het niet. En hou nou je mond maar en kom met me mee. Ik heb genoeg van dat gepraat. Nee, wacht even, riep de waard. Hij heeft mij nog wat uit te leggen. Hoe zit dat nou met die zwarte ridder met dat witte schild? De ridder met het witte schild is dood, zei Thiuri. En ik vraag u ervoor te zorgen dat hij een begrafenis krijgt zoals het een edel ridder past. U zult hem vinden niet ver hier vandaan. En hij vertelde waar dat was. Wie heeft hem gedood? Vroeg de waard. De rode ruiters, antwoordde Thiuri. Het was een valstrik. Rode ruiters, riep de man die nog aan tafel zat. Die heb ik gezien. Ze reden vanmorgen vroeg hier langs toen ik... Waar hebben jullie het over, riep de eigenaar van het paard. Hij is een dief en ik wil hem straffen. Het gaat hier om een moord, riep de waard. Dat kan hij dan ook aan de schout vertellen, zei de eigenaar van het paard, terwijl hij Thiuri weer beetpakte. Het is in ieder geval zeker dat deze jonge man in geen geval mag ontsnappen. Die rode ruiters, begon de man aan de tafel. De zwarte ridders, zei de waard. Maar Thiuri wachtte niet meer af of ze nog meer te zeggen hadden. Hij rukte zich los, rende de gelagkamer uit. Ze moesten dan maar denken dat hij een dief was. Hij zou zich niet laten meevoeren naar de stad. De vier mannen volgden hem onder luid geschreeuw. Thiuri holde het bos in. Hij had al gauw een voorsprong op zijn achtervolgers, maar hij voelde dat dit niet lang kon duren. Zijn hart bonste in zijn keel en hij zag zwarte vlekken voor zijn ogen. Hij minderde vaart en keek om. Toen verzamelde hij al zijn krachten en klom voor de tweede maal in een boom. Ook deze keer lukte de list. Even later renden de achtervolgers onder hem door zonder hem te zien. Dit mag ik niet voor de derde keer doen, dacht hij toen hij een beetje op adem was gekomen. Ze zeggen dat driemaal dezelfde list gebruiken de duivel verzoeken is. Hij was doodmoe. Gelukkig kon hij even rusten, want hij moest toch wachten tot het terrein veilig was. Na een poosje zag hij de waard met de eigenaar van het paard terugkomen. Ze praatten zachtjes met elkaar en trokken lange gezichten. De waard had zijn slaapmuts verloren. Thiuri moest daarbij zichzelf even omlachen, hoe ernstig de toestand ook was. Ja, het zag er voor hem niet mooi uit. Hij moest op reis naar een ver land om een belangrijke brief te brengen en hij had niets bij zich dan de kleren die hij aan zijn lichaam had, een gehavend gewaad dat helemaal niet doelmatig was. Hij had geen wapens, geen geld en geen paard. Hij werd voor een dief aangezien
En dan had hij ook nog gevaarlijke vijanden, de rode ruiters en de zwarte ridder met het rode schild, hun meester. Tiuri zuchtte. De taak die voor hem lag zou niet gemakkelijk zijn. En nu heb ik niet eens bericht naar de stad kunnen sturen, dacht hij. Dat moest toch nog gebeuren op de een of andere manier. De eigenaar van het paard zou vast en zeker naar de schout gaan. Zouden ze in de stad dan begrijpen dat die zogenaamde dief dezelfde was als de jongeling die uit de kapel was verdwenen op de nacht voordat hij tot ridder geslagen zou worden? Vader, moeder en mijn vrienden zullen niet geloven dat ik een dief ben, dacht hij, en de koning ook niet, denk ik, maar ze zullen wel ongerust zijn. Hij zuchtte weer. Kom, zei hij toen streng tegen zichzelf, je mag maar aan één ding denken. Je moet de brief wegbrengen, dat heb je de ridder beloofd. Hij keek naar de ring aan zijn vinger. Het was een mooie ring, met een grote steen erin. Een diamant, leek het wel. Het was misschien niet verstandig die zomaar aan zijn hand te dragen. Nee, het was zelfs erg dom. Hij maakte het koordje los waarmee zijn gewaad aan de hals dichtging en bond de ring er stevig aan. Toen hing hij hem om zijn hals, onder zijn hemd, zodat niemand hem zou kunnen zien. En nu moest hij op weg. Hij geloofde wel dat het veilig was. Misschien zou hij wel op een of andere manier aan wapens en een paard kunnen komen. Ach, domoor die ik ben, dacht hij toen. Daar is het paard van de ridder nog. Dat mag ik natuurlijk nemen. Hij liet zich naar beneden glijden. Hij wist nu wat te doen. Eerst het paard halen